Ik ben Lou, ik ben 29 jaar, ik ben non-binair. Mijn voornaamwoorden zijn hij, hem, die, hun en zij, haar. Gebruik ze allemaal. Ik ben iemand die graag dingen maakt. Niet alleen met mijn handen, maar ook met mijn geest. Ik ben graag creatief bezig. Ik dans, ik doe choreografie. Ik maak verschillende arts en crafts dingen. Ik doe nail art, ik doe make-up. Ik heb al bas bewerkt, ik heb al kintsugi gedaan, ik heb al glas in lood bewerkt. Al die leuke dingen die dat ik nieuwe vaardigheden kan bijleren, dat doe ik heel graag. Als job ben ik actief voor twee verschillende maatschappelijke organisaties als communicatiemedewerker. En daarnaast engageer ik mij als bestuurslid, als vrijwilliger of als sympathisant voor verschillende activistische en politieke organisaties. Momenteel zijn we in project Madrigal. Dit is een queer bibliotheek in de Peperfabriek in Antwerpen. Die organisatie is voortgekomen uit het initiatief Kartonnen Dozen van dichter Johanna Bas. En in hun geest wordt hier queer literatuur over alle verschillende onderwerpen, fictie, non-fictie, maatschappelijk, poëzie, verzameld en uitgeleend. Het is ook gewoon een plek waar workshops kunnen doorgaan, waar queer mensen, trans mensen, non-binaire personen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Mijn eerste coming out was eigenlijk nog als homoman. De familie in het bredere waren de eerste die dat hadden opgemerkt dat ik verwijfde trekjes had. En ik had toen al tegen mijn moeder verteld dat ik een jongen had leren kennen online, waar dat ik verliefd op was geworden. En toen mijn familie dan aan haar vroeg van, Lou, dat is toch een homo, hè? Dan heeft zij gewoon vlak op gezegd, ah ja, want ze wist eigenlijk niet dat dat een geheim zou moeten zijn. Dus zo was ik ineens geout aan heel de familie. Dat was een beetje onverwacht, maar ik had er ook na het middelbaar al direct voor gekozen om oud te zijn op UNIF. Toen ik ben gaan studeren en met al mijn vrienden die ik daar leren kennen, dat was zo een soort van ander publiek, dus andere ik. Maar ik bleef als homoman toch zo nog een beetje wrang zitten met wat dat woord man juist voor mij betekende. En ik dacht dat dat gevoel eigenlijk iets was waar dat alle homomannen mee struggelden. En dat bleek niet het geval te zijn. Als ik dan zo in het milieu kwam en andere homo's leerde kennen, dan voelde ik wel dat die vragen eigenlijk bij hen allemaal niet leefden. En het is in de pandemie, in de coronaperiode, zoals velen, dat ik er dan ben achtergekomen dat het label man eigenlijk niet helemaal de lading dekt. Pas toen ik een ander non-binair persoon heb leren kennen, dan viel eigenlijk voor mij die frustratie en die drang om toch in dat label thuis te horen weg. En sindsdien trek ik mij daar allemaal niks meer van aan, of dat wat ik doe wel mannelijk of niet is, ik doe gewoon wat dat bij mij past, wat dat voor mij het leukste aanvoelt. En of dat dan nu mannelijk of vrouwelijk of alien gedrag is, maakt mij eigenlijk niet veel meer uit. Ik denk over het algemeen in België hebben wij het als queer personen redelijk goed. Als je kijkt naar andere landen, ja, ik moet mij niet uiten zoals dat ik dat doe in Rusland. Of ik ben al provocerend en ik wil kinderen lokken. En ik ben eigenlijk al lid van een terreurorganisatie. Dus in België, over het algemeen, die nuance maak ik altijd wel, hebben wij het goed. Onze rechten zijn verankerd en worden over het algemeen gerespecteerd. Dat betekent niet dat er geen werk meer is. En de overheid maakt er ook wel een deel werk van, want ze hebben dat al lang geleden beloofd, dat er bijvoorbeeld een gendermarker op het paspoort zou bijkomen, X. Nu, ikzelf, ik weet nog niet of dat ik dat ga doen als het er al komt. Want ik vind dat de X het hele non-binaire spectrum een beetje herleidt tot, ja, nu zijn er drie genders, M, V en X. En als je dan geen M bent of geen V bent, dan ben je een X. Maar er zijn zoveel verschillende ervaringen van non-binaire personen. Als je gewoon gaat voor een X op het paspoort, dan ga je de verwachting creëren voor non-binaire personen om zich X te kleden of X te gedragen of een X
te moeten zijn om non-binair te zijn. Terwijl dat non-binaire mensen geen androgyn gedrag of androgyn uiterlijk verschuldigd zijn om zich zo te voelen. Ik ken non-binaire mensen die zich heel mannelijk gedragen. Ik ken non-binaire mensen die er heel vrouwelijk uitzien. En dat neemt niet weg dat omdat mensen naar hen kijken en een man of een vrouw zien, dat ze dat niet zijn, dat ze nog steeds non-binair zijn. Maar kunnen we niet beter gewoon de gendermarker van het paspoort afhalen? Waarom moet dat erop staan? Kun je niet gewoon iedereen gelijk behandelen en gewoon zeggen of je nu M, V, X of geen van die dingen bent? Je bent gewoon een Belgisch burger. De verkiezingen komen eraan en voor mijzelf vind ik het heel belangrijk om echt gewoon de partijen naar hun woord te nemen. Ik lees elk partijprogramma dat er in de bus steekt, of het nu gaat over de federale verkiezingen of voor lokale verkiezingen. Als het gaat over de rechten die dat wij als Belgische burger moeten hebben of de belastingen die wij betalen of gewoon over de heraanleg van een steenweg in de buurt. Dat zijn dingen waar dat je als mens vat op hebt. Je hebt invloed op hoe dat de wereld er gaat uitzien. Dus ik vind dat heel belangrijk om echt actief op zoek te gaan naar maar wat willen die partijen nu eigenlijk? Als je dat op sociale media bekijkt van politieke partijen, dan lees je het bericht van één partij en die zegt wit. En dan lees je dat en dan denk je, oh ja, ik ben mee. En dan lees je dat van een andere partij en die zegt zwart en dan denk je van, oh, dat is ook begrijpelijk. Maar wie zegt er dan het juiste? Wie zegt er dan de waarheid? De realiteit is, er is niet echt één waarheid. Beide partijen geven gewoon hun mening. En het is aan jou om heel kritisch door al die info te gaan, ook op sociale media, want daar is de boodschap nog veel korter en geknipter, om in een videootje of in een tweet te passen. Het is aan jou om dan te kijken van, ja, maar is dat waar? Is dat zo? Voel ik mij daar ook zo over? Er is veel veranderd op vlak van de opkomstplicht dit jaar voor de verkiezingen. 16- en 17-jarigen moeten naar de stembus voor de Europese verkiezingen en voor de lokale verkiezingen is het niet meer verplicht voor iedereen om te komen. Maar ik vind het wel belangrijk dat je dat nog steeds doet. Want er zijn heel veel mensen die zeggen, ik ben niet met politiek bezig. Maar als je daar dan mee in gesprek gaat en doorvraagt, dan beginnen ze over de belastingen en over de koopkracht en over mobiliteit en over het verkeer in de straat, sluipverkeer, de afvalophaling, groen in de buurt. Dat is ook allemaal politiek. Dat zijn dingen die daar beslist worden. En als je in het stemhokje er de brui aan geeft, dan zorg je er eigenlijk voor dat jouw mening over al die onderwerpen niet gehoord wordt. Dus voor mij, ik vind het heel belangrijk, niet alleen voor mezelf om te gaan stemmen, maar om iedereen ook aan te moedigen om actief na te denken over hun stem en hoe ze die zullen gebruiken. Het ziet er naar uit dat het Vlaams Belang een grote overwinning zal halen. Als dat gebeurt in de verkiezingen, hoop ik dat we daarmee de strijdbijl niet neerleggen. We zijn nog altijd queerpersonen, transpersonen, non-binaire personen, ongeacht wie dat er aan de knoppen zit. We zijn nooit geen ding geweest en we zullen ook nooit niet meer bestaan. Dus ik hoop dat alle queerpersonen gewoon zichzelf kunnen blijven en blijven doen wat ze gedaan hebben voor de uitslag van de verkiezingen. Als dat is activisme en op straat komen, super, want we gaan dat nodig hebben. Maar als dat gewoon is jezelf kleden zoals je daar goed bij voelt en zo naar het werk gaan, dat is dan ook activisme. Mijn advies voor jonge mensen die voor de eerste keer gaan stemmen is, neem dat serieus. Dat is misschien stom om te horen, maar net als je studies, dat gaat een deel van je toekomst bepalen wie er aan de macht komt. De dingen waar dat ze over bezig zijn in het parlement, dat blijft niet in het parlement. Dat worden policies, dat worden beslissingen, dat worden subsidieaanvragen waar dat jij wel of niet recht zult op hebben. Dat worden beslissingen over jouw lichaam, over of je hormonen krijgt of niet. Dus ga stemmen, neem het serieus, lees de programma's en informeer je over waar elke partij voor staat. Sinds ik uit de kast ben gekomen als non-binair persoon, is mijn leven enorm veranderd. Daarvoor had ik ook een goede vriendengroep en had ik werk en leefde ik mijn leven. Maar de meeste mensen rondom mij waren cisgender
en waren niet echt bezig met de rechten van LGBTQ-personen. Sinds ik non-binair door het leven ga, kom ik veel meer andere queer en non-binair en transgender personen tegen. En daar word ik wel echt gelukkig van. Als ik advies kan geven aan jongere mensen in de community, begin daar op tijd mee. Want voor mij was het eigenlijk al heel laat in mijn jeugd dat ik andere non-binaire en queer personen leerde kennen. Hoe sneller dat je dat doet, en hoe sneller dat je contacten kunt leggen met mensen in je omgeving, met mensen van een andere leeftijd. Je kunt daar veel uit leren. Je kunt uit die gesprekken heel veel halen voor jezelf, voor je eigen zoektocht op vlak van gender en geaardheid. Je kunt tips krijgen van elkaar, hoe zij door het leven gaan.